Kom je ook op 18 januari naar Seeds to Meet in Utrecht voor onze volgende meeting van de Powerful Business Women's Club. En als gastheer hebben we Nick van Breda en zijn compagnon die ons uitnodigen in hun Tech Lab. En daar zijn allerlei technologieën op basis van AR, VR, AI, robotica. En hoe kun jij die gaan toepassen in jouw bedrijf? Nou, wat we gaan doen is we spreken af in ons Permanent Future Lab. Dat is een lab die bestaat uit technologie die gedeeld is door technologiefanaten. Dus ieder van ons heeft daar technologie neergelegd om vrij te delen, een soort Wikipedia van technologie. En dat is een hele hoop technologie nu, dus meer dan 80 technologieën in Seeds to Meet Utrecht. En wat we gaan doen is, we gaan een inspiratiesessie doen, waarbij we elke keer de vraag stellen van, hey, als je deze technologie nou ziet, wat voor businessmodel, wat voor businessmogelijkheden kan je daar dan bij bedenken? En want er zijn heel veel technologieën die nog letterlijk laaghangend fruit zijn om te gebruiken bij het maken van nieuwe producten, maar ook nieuwe services. En we hebben er heel veel liggen. Van een 3D-printer tot aan een foodscanner, tot aan hersengolfscanners die actueel meten hoe het met je gaat en hoeveel stress je ervaart en zo. Allemaal hele mooie nieuwe technieken, waar eigenlijk nog een onbegonnen gebied is aan potentieel. En wij geloven dat elke technologie, elke nieuwe technologie weer een kans biedt om ook maatschappelijke vragen, maar ook om een bedrijf mee te stichten. Dus de snelste manier om een nieuw bedrijf te stichten is om nieuwe technologie in te zetten en een prototype van te maken voor een bestaand of een groot probleem. Dus met bijvoorbeeld de hulp van design thinking ga je onderzoek doen in de markt om te achterhalen welke problemen spelen. En vervolgens koppel je daar een technologie aan en een trend en kun je daar heel snel een businessmodel van maken. En dat wil ik graag aan de dames in een notendop meegeven.